Goedemorgen. Leen. Hey, Jochem. Wat goed je te zien. Ja, leuk. Hoe is het? Ja, uitstekend. Hoe is het met jou? Ja, prima. Wauw. Ik was, ja. Dat staat altijd hier zo? Nee. Ik heb hem opgebouwd om te controleren of die compleet is. Ja. Want je moet een showtje doen vandaag nog? Nee. Ik ga hem cadeau doen aan een zorginstelling. Want? Ja. Ik heb mijn leeftijd, hè. Het houdt een keer op. En de poppen zie ik hier? Ja. Ze hebben allemaal een naam. Dus Bert is de dief. Oh, want je gaat naar een verzorgingstehuis. Heb je dat al meegekregen? Nee, dan, want ze slapen nou. Hè. Oh, ze slapen. Oh, sorry. Dit heb je zelf gemaakt, hè? Ja, dat is helemaal met de hand gemaakt. Alles. Zo. Ja, nou. Daar zijn we er. Hier zijn... daar woon ik. Ik was 12 jaar. Ja. Toen zag ik in Arnhem in de winkel, lag een boekje, hoe leer ik goochelen. Wat mooi. 85 cent. Echt waar? Ja, dat was het begin? Dat was het begin. Want de Leando's, daar hebben we het over het goochelduo met Annie. Ja. Want hoe oud was je toen je Annie ontmoette? 15. Echt waar, het is echt je jeugdliefde. Annie was 14. Zij was echt in het spel gekomen toen ze ongeveer 30 was. Want jullie waren bijna 60 jaar getrouwd. Op een maand. Op een maand na? Ja. En van die 60 jaar, bijna 45 jaar, als de Leando's. Ja, dik. Dat is mooi, hè? Ja. Dat is de laatste optreden. Echt waar? Ja. Want op een gegeven moment ging het niet meer. Nee, ik heb de kinderen gebeld en we hebben een afspraak gemaakt met de dokter. We zijn gaan praten en toen bleek dat ze naar het ziekenhuis moet om foto's te maken van het hoofd. Scan. En dan hoor je geen leuk bericht. Wat het bericht was? Alzheimer. Deze kan eraf zo. Maar op een gegeven moment moest je tegen Annie zeggen van goh, het gaat niet meer. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee? Nee. Of heb je gezegd, we stoppen ermee? Precies. Abrupt gestopt. Ja, het beste is natuurlijk dat je doorgaat, maar dat heeft wel een poosje geduurd. Ik kon er niet goed tekenen dat ik weer in amusement zat. Dan is het contrast zo groot, hè? Maar ze zou absoluut hebben gewild, zeker, dat ik wel door zou gaan. Het is eigenlijk jullie beide levenswerk, die kast uiteindelijk, hè? Ja. Iedere pop, ieder dingetje, ja. Daar zit een verhaal voor jou. Dat vind ik ook wat moeilijk om af te geven. Het is bijna een plechtig moment dit, hè? Ja. Toch? Ja. Voelt het voor jou ook zo? Ja. Ja, dat is zeker een plechtig moment. Wat dacht je dan? Maar een nieuw baasje, dat is geen optie, geloof ik, hè? Als er iemand is die het heel serieus zou proberen, dan kun je nog wel eens over praten. Je hebt hem opgezet, eigenlijk met als doel om te kijken of hij nog helemaal compleet is. Ja. Het wordt geschonken. Dat houden we nog even geheim waar het naartoe gaat, want dan komt een speciaal momentum. Ja. Maar ik heb wel begrepen dat je hem vandaag ook een beetje in wil pakken en wil demonteren. Dat is het laatste stukje wat hier gebeurt. Dan gaat hij de kisten in en reiskoffers in en dan komt hij er niet meer uit bij mij. Nee. Het is inleveren. Ook. Jochem, het is zo. Ja. Het is niet anders. En deze gaat los? Nee, die komt in een andere koffer. Oké. Maar goed, ik sluit niet uit dat je toch op gezette tijden naar die plek gaat, waar die straks komt te staan. En als ze zeggen, was Leen, hij zit er weer in, hè? Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat gaat gebeuren.